Welcome to Servants of the Lord Ministries. Welkom bij Servants of the Lord Ministries. Mijn naam is Dr. Keith Jenkins. Ik ben de internationale coördinator. Voordat ik met de boodschap begin, zal ik eerst de roeping van deze bediening uitspreken. God zei tegen Joseph Hitchcock jaren geleden: ik heb kinderen in elk volk en jij hebt broers en zussen wiens harten naar mij uitroepen. Zij hebben mij gezocht voor bediening, zegeningen en gaven. Ik heb hen die dingen gegeven en het heeft hen gezegend, maar is een deel van hun hart dat is nooit vervuld geworden en dat is gereserveerd voor een intieme relatie met mij. Nu roepen hun harten naar mij, alleen voor mij. Dat is naar wie ik je toestuur, want ik wil niet dat ze jaren nodig hebben om tot mij te komen, omdat het toen bij jou het geval was, omdat er niemand was om jou te laten zien hoe je dat moest doen. Service of the Lord's Ministries is een onderwijs- en trainingsbediening die naar het lichaam van Christus is gezonden om mensen te bereiken wiens hart uitgaat naar God. Deze boodschappen is voor hen die hem willen leren kennen en in hem willen opgroeien, klaar willen zijn voor zijn verschijning. Vandaag zal ik spreken over het onderwerp de reiniging van zonde en ongerechtigheid. Psalm 79, vers 9. Help ons, o God, van ons heil, ter oorzake van de eer uws naams, en red ons en doe verzoening over onze zonde om uws naams wil. Zonde is een vrucht van het vlees, niet een vrucht van de geest. Het komt niet zomaar op een dag tevoorschijn als je niet oplet. Goede en slechte vruchten hebben tijd nodig om te groeien. Toen God alle dingen maakte, liet hij het onkruid sneller groeien, zodat je ook aan hun doornen en dissels kon herkennen wat slecht zwak was en bij de wortel moet worden verwijderd. Hetzelfde geldt voor slechte vruchten in jouw leven. Psalm 51, vers 1 en 2. Een psalm van David, toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathsheba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Het woord wassen wordt vertaald door Strong's woordenboek als vertrappen, vandaar wassen, juist door stampen met de voeten, zowel letterlijk, inclusief het vollen, als figuurlijk. Wassing. Het woord reinigen wordt vertaald als naar behoren helder zijn, dat wil zeggen bij implicatie zuiver zijn, lichamelijk gezond, helder, onvervalst, levitisch, onbesmet, moreel, onschuldig of heilig, rein maken, zichzelf rein verklaren, zuiveren. Noah Webster zegt over ongerechtigheid: een bijzondere afwijking van de rechtschapenheid, een zonde of misdaad, goddeloosheid, elke daad van ongerechtigheid. Psalm 51, vers 3 staat in de Amplified Bijbel als volgt: was mij grondig en herhaaldelijk van mijn ongerechtigheid en schuld en reinig mij en maak mij geheel rein van mijn zonde. David vroeg om gereinigd te worden van zijn zonde, maar ook om grondig gewassen te worden van zijn eigen ongerechtigheid met een stampende voet. De goddeloosheid in David was al een tijdje aan het groeien en moest verwijderd worden. Het maakte hem blind voor de waarheid. Om de leugens in zijn hart te verwijderen, had hij ook goddelijke wijsheid nodig. David ging verder in Psalm 51, vers 3 tot en met 12. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit, naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel voor van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgen maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonde en delg uit
al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Het woord zuiveren wordt vertaald door Strong's woordenboek als eigenlijk missen, vandaar figuurlijk en algemeen zondigen. Bij gevolg verbeuren, ontbreken, boeten, berouw tonen, op een dwaalstroom brengen, veroordelen, de schuld dragen, reinigen, begaan, door schuld kwaad dat hij gedaan heeft, verlies, missen, offeren voor de zonde, zuiveren, reinigen, verzoenen. David luisterde niet meer naar de waarheid, verloor de vreugde van de Heer en zijn hart moest opnieuw worden ingesteld naar het begaan van een vreselijke zonde. Hij zag zichzelf als een verloren zonder een hart naar God te hebben dat anderen dingen nastreefde die slechts tijdelijk waren. Handelingen 13 vers 21 en 22. Paulus zegt, en van toen aan begeerden zij een koning en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, 40 jaren. En deze afgezet hebbende, verwekte hij hun David tot een koning, aan wie hij ook getuigenis gaf en zeide, ik heb gevonden David, de zoon van Jesse, een man naar mijn hart, die al mijn wil zal doen. In de Amplified Bijbel staat Handelingen 13 vers 22 als volgt. En toen hij hem afgezet had, verhief hij David tot hun koning, van hem getuigde hij en zei, ik heb David, zoon van Jesse, gevonden, een man naar mijn eigen hart, die al mijn wil zal doen en mijn programma volledig zal uitvoeren. David werd gebruikt omdat hij een hart had naar God. God geeft speciale talenten voor een bepaald doel, zoals een fotografisch geheugen, vasthoudendheid, koppigheid of een hoofd voor hoogtes. Deze extra talenten zullen alleen functioneren zoals God ze ontworpen heeft met Jezus in de leiding. Hij weet waar talenten ten goede gebruikt moeten worden en niet voor kwaad of geldelijk gewin. In deze wereld worden mensen vaak geselecteerd op basis van gaven. God roept echter degenen die zwak zijn, tenzij de wijzen eerst vernederd zijn door een gebrokenheid. 1 Korintiërs 1, vers 25 en 26. Paulus zegt, want de dwaze God is wijzer dan de mensen, en de zwakke God is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. God laat zijn kracht door jou vrij, zodat je in alle situaties de vrucht van de geest kunt dragen en hem eer kunt brengen. Je krijgt gezag en macht door in Christus te blijven en niets voor jezelf te doen zonder hem. Dit lijkt dwaas voor wie in deze wereld leeft. Johannes 15 vers 2 tot en met 5. Jezus zegt, alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg, en al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Ge zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u, gelijk de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Het woord gezuiverd wordt vertaald door Strong's woordenboek als reinigen, dat wil zeggen specifiek snoeien, figuurlijk om te boeten. Zij die niet de juiste vruchten dragen, worden van de wijnstok verwijderd. Zij die wel enige vrucht dragen, hebben een loutering nodig zoals David. Je kunt geloof in God hebben, maar ook ongeloof of een geloof in jezelf dat uitgezuiverd moet worden. Romeinen 8 vers 11. Paulus zegt, en indien de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Diezelfde opstandingskracht die Christus opwekte, zal je lichaam energie geven als je in Christus blijft. Laat je niet verleiden om iets met je eigen verstand te doen, maar geloof in plaats daarvan in zijn kracht. Laat de Heilige Geest vrij wonen om de juiste reactie te geven op de uitdaging
van het leven. Laat je eigen gevoelens en emoties niet de overhand nemen door jezelf te verloochenen. 1 Korintiërs 2 vers 12. Paulus zegt toch, wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Je hebt de Heilige Geest gekregen om die dingen te kennen die in het pakket van de verlossing zaten, om hun leven in geloof te leiden zonder ooit te leunen op je eigen inzicht. We lezen 2 Kronieken 34 vers 1 tot en met 3. Jozua was 8 jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde een 30 jaren te Jeruzalem. En hij deed wat recht was in de ogen van de Heere en wandelde in de wegen van David, zijn vader, en week nog naar de rechterhand, nog naar de linker. Want in het 8e jaar van zijn regering, toen hij nog een jongeling was, begon hij de God van zijn vader te zoeken. En in het 12e jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de hoogten en de bossen en de gesneden en gegoten beelden te reinigen. Het academisch leersysteem moet uit de kerk gezuiverd worden. Bijbelscholen zijn de hoge plaatsen die de kennis van goed en kwaad verschaffen zonder de vrezen des Heren. Het vertrouwen op God, de waarheid en de overtuiging van zonde. Gelaten 5 vers 12 en 13. Paulus zegt, och, of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Want ge zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Zij die geen ervaring hebben met het dienen in uitdagende situaties zijn niet klaar om leiding te geven. Zij die methoden hebben geleerd, verwerpen systematisch de beproefde wijsheid die is opgedaan door anderen die met Gods kracht dienen. 2 Timotheus 2 vers 19 tot en met 21. Paulus zei tegen Timotheus, evenwel het vaste fundament God staat, hebbende dit zegel, de Heere kent degenen die de zijne zijn, en in ieder die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Toch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten, en sommige te ere, maar sommige ter onere. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goede werk toebereid. Zij die op God vertrouwen en vertrouwen op overtuiging van zonde en bekering, van dode werken, voor persoonlijke openbaring, groeien geestelijk. Zij ontdekken de leugens die het dienen van twee meesters rechtvaardigen aan de wortel van hun eigen ongeloof. Zonde en ongerechtigheid zullen zich laten openbaren als je de overtuiging van zonde negeert. Kerken die het systeem van de wereld gebruiken om het geschreven woord te bestuderen, zijn ontwetend. Handelingen 2 vers 36 tot en met 40. Op de Pinksterdag zei Petrus, zo weten dan zeker het ganse huis Israël dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u, en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, en ge zult de gaven des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen en allen die daar ver zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerde geslacht. 3000 moreel goed opgeleide en oprechte Joden die met hun verstand de wet bestudeerden, werden veroordeeld voor het ontwetend volgen van een leiding die de duivel gebruikte om de Messias te doden. Zij die de boodschap ontvingen namen graag persoonlijk verantwoordelijkheid voor hun verzet tegen de waarheid en toonden berouw over hun blinde hart
en verstand. Petrus zei hun dat ze zich moesten behoeden voor een onzalige generatie die Joodse tradities diende. We lezen Johannes 8, vers 30 tot en met 34. Toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden: indien gij in mijn woord blijft, zo zult gij waarlijk mijn discipelen zijn. En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem: wij zijn Abrahams zaad en hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: voorwaar zeg ik u, een ieder die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. Wie leugens gelooft, dient de zonde. Twijfel en ongeloof zullen in de loop der tijd in je leven toenemen door te leunen op je eigen inzicht. Christus kwam om je te bevrijden, maar je zult de leugens die je verkoos te geloven omwille van je vlees persoonlijk moeten verwerpen. God gebruikt een alarm om je te helpen beseffen dat de waarheid is gekomen. Dit alarm is overtuiging van zonde. Degenen met een vertrouwen in het vlees hebben geen oren om te horen. Je moet overtuiging van zonden zien als een zegen om door te gaan in zijn juist geopenbaarde woord. Jezus zei tegen zijn discipelen: maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, zal hij u in alle waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zowat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. In het boek Light schrijft Joseph Hitchcock het volgende in hoofdstuk 9. Als je ongeloof uit je leven wilt elimineren, moet je het bij de wortel aanpakken. De wortel van ongeloof is altijd een leugen waarvan jij gelooft dat het de waarheid is. De duivel zal je bijvoorbeeld misleiden met leugens die juist lijken en zelfs enige waarheid bevatten om je te doen geloven dat ze de absolute volle waarheid zijn. Zodra je gelooft dat een van zijn leugens waar is, zet je je geloof erin vrij. Dit levert ongeloof op, dat op zijn beurt je geloof belemmert om in de waarheid vrij te worden gezet. Als de Heer je iets vertelt dat tegenovergesteld is van wat je al gelooft dat waar is, kun je je geloof daar niet in vrijzetten op die waarheid. Want je geloof is al vrijgezet op een leugen die je geloofde. In feite kun je misschien niet zien wat de waarheid werkelijk is. Je hebt het getuigenis van de Heilige Geest nodig om de waarheid te openbaren. Zie hoofdstuk 21 van dit boek. Als God je een leugen laat zien waarvan je gelooft dat het de waarheid is, toon dan gewoon berouw omdat je de leugen geloofde. Laat je geloof tot je terugkeren en zet dan weer je geloof vrij in de waarheid die door de Heilige Geest is geopenbaard. De kracht van God zal door je heen stromen terwijl je de waarheid gelooft en je zult bevrijd worden van de leugen. Laat je niet verleiden om met je verstand te gebruiken om tot waarheid te komen. Dit is het verwerpen van wat God heeft voorzien. Ga langzaam en vertrouw op de Heilige Geest. Een beslissing hoeft niet voor zijn tijd genomen te worden. Als je wederom geboren bent, vertrouw dan op het werk van de Heilige Geest om je stap voor stap te leiden. We lezen Jesaja 28, vers 10. Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. In het boek Wakker worden, tijdraak op deel 3, schrijft Joseph Hitchcock het volgende in hoofdstuk 8. De Heilige Geest leert je niet alles wat je moet weten in één keer. Hij werkt aan actuele zaken en de rest valt onder de genade. Je bent alleen verplicht te leren of je te bekeren van wat hij op dit moment zegt. Help hem niet door te proberen te bewegen waar hij niet leidt. Hij weet wat je moet leren en wanneer je het moet leren. Overtuiging van zonde is een zegen omdat het aangeeft waaraan je nu gewerkt moet worden. Timing is belangrijk bij God. Er is genade voor al het andere terwijl je doorgaat in zijn woord. Later zal er meer overtuiging van zonde zijn als je zijn vakmanschap in Christus Jezus bent.
Marcus 11, vers 22 en tot en met 24. En Jezus antwoordde, zeide tot hen, heb geloof op God. Want voorwaar zeg ik u, dat zo wie tot deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, hij niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat het wat hij zegt geschieden zal, het zal hem geworden zo wat hij zegt. Daarom zeg ik u, alle dingen die gij biddende begeert, gelooft, dat gij ontvangen hebt en zij zullen u geworden. Het woord twijfel wordt vertaald door Strong's woordenboek als grondig scheiden, dat wil zeggen letterlijk en reflexief zich onttrekken aan of bij implicatie tegenwerken, figuurlijk discrimineren bij implicatie beslissen of reflexief aarzelen, twisten, doen verschillen, onderscheiden, oordelen, partijdig zijn, wankelen, aarzelen. In het boek Light, in hoofdstuk 9, schrijft Joseph Hitchcock het volgende. Twijfel is een andere grote belemmering voor jouw geloof. De sleutel tot het vrijmaken van je geloof is, je zult niet twijfelen. Jezus zei in deze passage dat alles wat je van hem vraagt, gedaan zal worden en de enige voorwaarde die hij gaf is dat je niet twijfelt in je hart. Hart betekent het hart, dat wil zeggen figuurlijk de gedachten of gevoelens, je verstand, ook bij analyse het midden, gebroken hart. Deze definitie omvat je gedachten en gevoelens. Als je weigert te twijfelen in je gedachten en gevoelens, maar in plaats daarvan je geloof in God handhaaft, zal gedaan worden wat je van hem vraagt. Het is waarschijnlijk dat je God hebt geloofd voor iets dat nooit is uitgekomen. Dat komt misschien omdat je in je geest twijfelde en je twijfelde belemmerde jouw geloof. Een berg van twijfel komt voort uit een klein zaadje van ongeloof gebaseerd op een leugen. Dit wordt na een verloop van tijd een molshoop. Een berg van ongeloof vind je in gebroken levens die teleurgesteld zijn van aardse dingen waar ze zich aan vasthouden, maar niet kunnen houden. Je had alles aan de voet van het kruis moeten leggen en daar moeten laten toen je Jezus ging volgen. Sommigen doen dit en 5 minuten later pakken ze dezelfde dingen weer op die ze hebben neergelegd omdat hun hart gezuiverd moet worden. 1 Timotheus 6, vers 6 tot en met 11. Paulus zegt, doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Want wij hebben niets in deze wereld gebracht en het is openbaar dat wij ook niet iets daaruit kunnen dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegend zijn. Doch die rijk wil worden, vallen in verzoeking en in een strik. En in vele dwaze schadelijke begeerlijkheden, welke de mens doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lust hebben zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens God, vliet deze dingen en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid. Paulus zei tegen Timotheus dat hij de zorgen van deze wereld moest ontvluchten. De grootste bergen zitten in degenen die beledigd zijn op God, omdat hij iets niet in zijn macht heeft voorkomen dat hij in zijn wijsheid heeft toegestaan. Ze komen nooit tot bekering omdat ze denken dat ze onschuldig de dingen in deze wereld kunnen nastreven. 1 Timotheus 6, vers 12 tot en met 17. Paulus zei tegen Timotheus, strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe gij ook geroepen zijt. En de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft. Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onze Heere Jezus Christus. Die te zijner tijd vertonen zal de zaligen en alleen machtige Heere, de Koning der Koning en Heere der Heren. Die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen mens gezien heeft, nog zien kan.
welke zij eer en eeuwige kracht. Amen. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen op de ongestadigheid van de rijkdom, maar op de levende God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Vecht voor je eigen leven door jezelf te verloochenen en de Heilige Geest te gehoorzamen. Je vlees zal je verraden. Wie vertrouwen heeft in het vlees of rijk is, gebruikt zijn verstand om verkeerde beslissingen te nemen. Alles wat je nodig hebt, komt via Gods communicatiesysteem door de Heilige Geest. Wie denkt dat eeuwig leven alleen maar eeuwig leven is, legt nu nooit beslag op het eeuwige leven. Je hebt de vergeving van zonden, zodat je meteen weer in zijn aanwezigheid kunt komen als je naar buiten komt en je zijn stem hoort. Jezus bad voor zijn discipelen in Johannes 17, vers 2 tot en met 4. En hij zei, gelijk gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwig leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijk op de aarde, ik heb voleindig het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Eeuwig leven is het voorrecht dat je nu God kunt leren kennen en met hem kunt communiceren. Met de gave van het eeuwig leven kan iedereen de volmaakte wil van God doen en God elke vraag stellen. Jezus voltooide het werk dat God hem voor het kruis gaf te doen door de Heilige Geest. Hij koos ervoor om zelf het Lam van God te worden. Aan het kruis vroeg hij de Vader of er een andere weg was, maar er was geen andere weg. Voordat hij aan het kruis het allergrootste werk deed, bad hij voor zijn discipelen en voor hen die in hem zouden geloven, gebaseerd op de evangelieverslagen die de discipelen zouden schrijven. Johannes 17, vers 20 en 21. Jezus zegt, en ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven zullen, opdat zij allen één zijn, gelijk gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. De meerderheid in de kerk gelooft dat eeuwig leven alleen maar betekent dat je eeuwig zult leven. Maar dat is niet de waarheid. Iedereen heeft een eeuwige geest die van God kwam en zal die in de hel terechtkomen als ze blijven zondigen. Aan het kruis scheidde de zonde van de mensheid Jezus van God en hij daalde af naar de hel. Het was geen persoonlijke zonde die Jezus beging waardoor hij stierf, maar het was jouw zonde. Jezus vertrouwde door geloof op God om hem als het offerlam uit de dood op te wekken. Het eeuwig leven is een gratis geschenk, zodat je God leert kennen. God met je hele hart vertrouwt en een levend offer wordt zoals Jezus. Jezus zegt, onderzoek de schriften, want gij meent daarin het eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Velen bestuderen de Bijbel doelloos met hun eigen natuurlijke verstand en misleiden zichzelf en degenen die elke overtuiging van zonde willen vermijden of Christus willen volgen. Om op de smalle weg te beginnen, verootmoedig je jezelf. Matthäus 18, vers 2 tot en met 4. Een kinderke tot zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen. En zeide, voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert en er wordt gelijk dit kinderkind, zo zult gij het koninkrijk daar helemaal geen zins ingaan. Zo wie dan zichzelf zal vernederen, gelijk dit kinderke, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. Zij die nu binnengaan en het koninkrijk van God ervaren door als een klein kind te worden, zullen klaar zijn. Je leert zijn stem horen en leert hem kennen en je voelt je volkomen veilig als je hem volgt. Johannes 10, vers 27 en 28. Jezus zegt, mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij.
en ik geef hun het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Je zult nooit verloren gaan door het geschenk van het eeuwig leven te gebruiken. Hij zal al je vragen rechtstreeks door de geest beantwoorden. Je hebt de gave van het eeuwig leven nu gekregen, dus begin die nu te gebruiken in plaats van te leunen op je eigen inzicht. Spreuken 3 vers 5 tot en met 8. Salomo zei, vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Wees niet wijs in uw ogen, vrees de Heere en wijk van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor uw navel en een bevochtiging voor uw beenderen. Bedrieg jezelf niet. Je zult niet van het kwaad afwijken zonder met je hele hart op God te vertrouwen. Stamp alle ongerechtigheid uit en stop met het bouwen van een molshoop of berg van ongeloof. Je zult spijt krijgen van het nemen van beslissingen met je eigen verstand. Vleeselijke christenen weigeren God te erkennen in al hun wegen. Ze zien dit als extreem, omdat ze zich niet aan God willen onderwerpen, maar alleen God kent het einde vanaf het begin. Lucas 9, vers 23 tot en met 25. En hij zeide tot allen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens die de gehele wereld zou winnen en zichzelf verliezen of schade aan zichzelf lijden? Degenen die hun eigen leven proberen te redden, moeten geconfronteerd worden. Als je Christus niet volgt, volg je de duivel. Er is geen derde optie. Als je blijft letten op je eigen aardse leven, zul je alles verliezen. 1 Korintiërs 1, vers 18 en 19. Paulus zegt, want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Jezus heeft ons de weg gewezen. Christus bewees aan het kruis dat geloof in God werkt. Zelfs de dood heeft nu zijn angel verloren. De kracht van God is nu beschikbaar voor allen die hem met hun hele hart vertrouwen en niet leunen op hun eigen inzicht. Efeziërs 5, vers 25 tot 27. Paulus zegt, gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebben met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf verheerlijken zou, opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij heilig zou zijn en onberispelijk. In het boek Wakker worden de tijd raak op deel 3 schrijft Joseph Hedgehog het volgende in hoofdstuk 8. Kwaliteitstijd doorbrengen in het woord waarbij de Heilige Geest je leidt, is essentieel om geestelijk op te groeien. Het legt de zonde bloot die je belemmert. De waarheid was de leugen weg die je hebt geloofd. Het woord onthult persoonlijke openbaringen van de Geest voor je. Natuurlijk spreekt hij ook rechtstreeks tot je. Lees je de Bijbel niet op dezelfde manier zoals je andere boeken leest. Je persoonlijke conclusies en meningen zullen er juist de oorzaak van zijn dat je de waarheid niet kunt horen, omdat je gebaseerd zijn op wereldse opvoeding en natuurlijke inzichten. Het is gevaarlijk om te lezen en te bestuderen op een manier waardoor Satan je op een dwaalspoor kan brengen met wegen die juist lijken. De Heilige Geest alleen is jouw leraar. Het is cruciaal dat je op zijn aanwijzing leest en bestudeert. Hij versnelt de waarheid tot jou specifiek voor waar je bent.
Hij corrigeert je en legt gebieden bloot die aanpassing behoeven. Hij wast je met het woord. Hij spreekt de waarheid en legt de leugens bloot die je hinderen. Als je over de waarheid mediteert, komt er meer openbaring beschikbaar. Het water van het woord wast oude leugens uit. De nieuwe waarheid komt binnen en reinigt het gebied van je denkgeest en dat door leugens bedorven is. Terwijl je ophoudt de leugens te geloven, worden je denkgeest en je geest vernieuwd met waarheid. Naarmate er meer duisternis wordt verwijderd door het berouw, zal er meer licht en waarheid tot je komen. De prediking van het kruis is de wassing van het water, van het woord, die in de kerk steeds weer nodig is door hen die tijdelijke dingen zoeken. Jezus zei, ga in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die deze vinden. Als je wederom geboren bent, doe dan alle moeite om op de smalle weg te komen voordat je sterft of voordat Jezus terugkomt, wat het eerste ook gebeurt. Alleen de smalle weg leidt tot het leven. Breed betekent ruim. Dat betekent dat er genoeg ruimte is voor iedereen om te wandelen op de manier die hij of zij wil. Dit is erg aantrekkelijk voor het vlees, omdat je zo de heer van je eigen leven kunt zijn, zonder je te hoeven te onderwerpen aan Gods gezag en correctie. Paulus zegt daarom dat het bedenken van de vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich aan Gods wet niet, want dat kan het ook niet. Iedereen die door de geest is wederom geboren, heeft nu een directe verbinding met God, zodat hij op de smalle weg met Jezus kan leven en verblijven, duivelvrij en leven voor God. De duivel is de vijand van je ziel en hij geeft je wat je maar wilt, zodat je verslaafd raakt aan tijdelijke dingen en geestelijk sterft. Romeinen 8 vers 12 en 13. Paulus zegt zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet naar het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werking van dat lichaam doodt, zo zult gij leven. De duivel is een moordenaar, een lafaard en een dienende geest als een drugsdealer die toekijkt hoe anderen lijden en kinderachtig is door hen te geven wat ze willen. Door naar je eigen vlees te luisteren, ben je al besmet met leugens en luister je naar de verkeerde stem. God weerde staat omdat hij van je houdt. God weet dat de duivel je via het vlees wil beschuldigen, beheersen, misleiden en vernietigen. Jezus zegt, de dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven, en ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Jezus hield niet eens vast aan zijn eigen leven omwille van zijn schapen. Dit ziet er in de natuur dwaas uit, maar God kan zichzelf en zijn woord niet verloochenen. We lezen Jeremia 29 vers 11. Want ik weet de gedachten die ik over u denk, spreekt de Heere. Gedachten des vredes en niet des kwaads, dat ik u geef het einde en de verwachting. God zal hen die de plannen volgen die hij voor hun leven heeft niet ontkennen. Je zult het leven pas ten volle ervaren als je Jezus volgt met behulp van het geschenk van het eeuwig leven. Je krijgt alle middelen die je in dit leven nodig hebt door een dienaar te zijn in het Koninkrijk van God. Je overtreft zelfs de hoogste autoriteit in deze wereld door een dienaar van God te zijn. Deze mogelijkheid staat open voor iedereen. Het is niet gebaseerd op geloof, cultuur of wat dan ook in deze wereld. Jezus zegt niet in ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in uw Koninkrijk der hemelen, maar die dat doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Door nu zijn aanwijzingen door de geest met vrees en beven op te volgen, kun je deel worden van het Koninkrijk der hemelen. Het is niet voldoende om wederom geboren te worden om het Koninkrijk der hemelen binnen te gaan.
Galaten 3, vers 3 en 4. Paulus zegt, zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt, voleindig gij nu met het vlees? Heb gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs? Onderzoek jezelf om te zien of je nog op de smalle weg bent. Het is ijdel om te geloven dat je door een aanvaardbaar zondagsgebed tot Jezus te zeggen en de Heilige Geest te ontvangen, vandaag nog steeds Jezus volgt. De vroege kerk had zoveel geleden door te belijden dat Jezus de Messias is en openlijk te spreken over bekering van dode werken. Jouw eeuwige hoop is gebaseerd op de kastijding van de Heilige Geest en het volgen van Jezus nu. Colossense 1, vers 20 tot en met 23. Paulus zegt, en dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed des kruises, door hem, zeg ik, alle zonden verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die tijdstijds vervreemd waard en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. In het lichaam zijn vleeses door de dood, opdat hij u heilig en onberispelijk en onbestraffelijk voor zich zou stellen. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt, het welk gepredikt is onder alle creatuur die onder de hemel is, van welke ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Colossense 1, vers 23 staat in de Amplified Bijbel als volgt. En dit zal hij doen op voorwaarde dat jullie bij en in het geloof in Christus blijven, goed gegrond en gevestigd en standvastig, niet verschuivend of afkerig van de hoop die rust op en geïnspireerd is door de blijde boodschap, het evangelie, die jullie gehoord hebben en die gepredikt is als zijnde bedoeld voor en aangeboden zonder beperking aan ieder mens onder de hemel en waarvan het evangelie ik, Paulus, een bedienaar ben geworden. Het goede nieuws is dat iedereen die consequent de Heilige Geest hoort en gehoorzaamt, nu een burger van het Koninkrijk der Hemelen kan worden. God respecteert geen personen. Onze hoop wordt verwezenlijkt als wij elke dag meer op Christus gaan lijken. Handelingen 17, vers 30 en 31. Paulus zei, God dan, de tijden der onwetendheid overziet hebbende, verkondig nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft, waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen, door een man die hij daartoe verordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan alle, daar hij hem uit de doden opgewekt heeft. Het oordeel aan het einde zal gebaseerd zijn op onze Heer Jezus, dat hij, toen hij in dezelfde situatie verzocht werd, geen eigen werken deed. Dit omvat ook de verleiding om alle goede werken te doen die niet door de Heilige Geest worden geleid. Als je je wilt bekeren van dode werken, moet je ophouden je verstand te gebruiken en aan God alles vragen. Galaten 5, vers 7 tot en met 11. Paulus zegt, gij liep wel. Wie heeft u verhinderd de waarheid gehoorzaam te zijn? Dit gevoelen is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdessem verzuurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere dat gij niet anders zult gevoelen, maar die u beroert zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. De leugens die de gemeente parten speelden waren een probleem, maar Paulus was meer bezorgd waarom degenen die de Heilige Geest hadden ontvangen teruggingen naar Joodse tradities nadat ze op de Geest hadden vertrouwd. Om bij God in het rechte spoor te blijven, moet je je laten leiden en beheersen door de Heilige Geest. Er is geen genade en barmhartigheid voor hen die niet het kruis prediken in het lichaam van Christus. Paulus' prediking was beledigend en veroordelend voor hen met een vertrouwen in het vlees. Paulus zei tegen de gelaten dat ze hun denken moesten veranderen en het zuurdessen moesten stoppen. Johannes 6, vers 54 tot 56.
Jezus zei, ze zeiden dan tot hem, wat zullen we doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen, dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem, die hij gezonden heeft. Ze zeiden dan tot hem, wat teken doet gij dan, opdat wij het mogen zien en u geloven, wat werkt gij? De gelaten gehoorzaamden in het begin consequent aan de waarheid en maakten door overtuiging van zonde uitstekende vorderingen met behulp van het bloed van Jezus. Ze aten en dronken wat Jezus leverde en volgden zijn voorbeeld. Dit alles stopte omwille van hun eigen vlees. 1 Korintiërs 5, vers 6 tot en met 8. Paulus zegt, in de naam van onze Heer Jezus Christus, als gij en mijn geest samen vergaderd zullen zijn, en de kracht van onze Heer Jezus Christus, deze over te geven aan de Satan, tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heer Jezus. Uw roem is niet goed. Weet gij niet dat een weinig zuurdessem het gehele deeg zuur maakt? 1 Korintiërs 5 vers 7 staat in de Amplified Bijbel als volgt. Zuiver reinig het oude zuurdessem, opdat jullie vers nieuw deeg zijn. Nog onbesmet zoals jullie zijn, want Christus, ons Paschalam, is geofferd. Je zou je gezuiveren van alles wat op een godsdienst lijkt, waardoor het gemakkelijker wordt voor het vlees. Als je een levend offer bent, mag dat anderen doen en of laten je niet boos maken van binnen of doen reageren in het vlees. Een deur voor zonde gaat open zodra je ophoudt de Heilige Geest te gehoorzamen. Blijf als een kleinkind. Weersta slimme argumenten van anderen en vertrouw op de Heilige Geest om je in alle waarheid te leiden. Slimme leugens kunnen vermomd worden als een waarheid. Psalm 16, vers 8 tot en met 11. David zei, ik zal de Heer gedurig voor mij. Omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Dan is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is voor uw aangezicht. Liefdelijkheden zijn aan in uw rechterhand eeuwig. Toen God David gebruikte, bleef hij dicht bij God door de zonde uit zijn leven te houden en de Heer was altijd voor hem. Hij twijfelde er niet aan dat God hem zou behouden, omdat hij voortdurend met de Heer wandelde en sprak. God kon David gebruiken om de volken die het kwaad deden te oordelen zonder het hef in eigen handen te nemen. Hij was altijd vervuld met de vreugde van de Heer. 2 Samuel 10, vers 6 en 7. Toen nu de kinderen Amons zagen dat zij zich bij David stinkende gemaakt hadden, zonden de kinderen Amons heen en huurden van de Syriërs van Bet-Rehob en van de Syriërs van Zoba 20.000 man voetvolk en van de koning van Macha 1.000 man en van de mannen van Top 12.000. Toen David dit hoorde, zond hij Jahob heen en het ganse leger met de helden. Davids zonde begon toen hij boos werd op de Ammonieten vanwege de manier waarop zij zijn mannen eerder behandelden. Hij reageerde in woede en moest Jahob sturen om hen met de volle kracht van al zijn machtige mannen te bestrijden en bleef thuis. Hij had bijna niet Gods voorziening voor deze strijd. Romeinen 12, vers 17 tot 21. Paulus zegt, vergeld niemand kwaad voor kwaad. Draag zorg voor wat eerbaar is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u, houd vrede met alle mensen. Vreed uzelf niet. Beminden, maar geef de toon plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Want dat doende, zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Wordt door het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. De vernieuwing van je geest houdt in dat je vergeeft en geen wraak neemt op je vijanden.
Je zult het plezier ervaren dat David aan Gods zending beleefde als je je hand uitstrekt naar hen die in zonde gevangen zitten. Wees een levend oog voor God en laat hem je gebruiken in zijn rechterhand. 2 Timotheus 2, vers 24 tot 26. Paulus zei tegen Timotheus, en een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwaden kan verdragen. Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen die tegenstaan, of God hun te eniger tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid. Zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels, waaronder zij gevangen waren tot zijn wil. In het boek Wakker worden de tijdraak op deel 1 schrijft Joseph Hitchcock het volgende, in pagina 6. Laat de Heilige Geest je geloof onderzoeken om na te gaan of het op enerlei wijze besmet of verkeerd gericht is. De duivel is een expert in het beïnvloeden van Gods kinderen om hun geloof op een dwaalspoor te brengen dat goed lijkt. Heeft hij je eenmaal overtuigd om je geloof vrij te zetten op een leugen, dan is het voor hem gemakkelijk om je te verhinderen de waarheid te vinden of die te geloven als je die wel vindt. Als hij daarin slaagt, heeft hij jou gevangen genomen. 2 Timotheus 2, vers 26b. Als je een waarheid hoort, kun je die pas geloven als je eerst ophoudt de leugen te geloven waarvan je al geloofde dat het de waarheid was. Zodra je de leugen herkent en ervoor kiest die niet meer te geloven, dan keert je geloof bij je terug en kun je het vrijzetten in de waarheid. En zo red je jezelf van de strikken van de duivel. Stop met proberen alles met je eigen verstand uit te werken en concentreer je op bekering van dode werken door overtuiging van zonde. Slechte vruchten zullen je helpen sommige dode werken te identificeren. Werk samen met de Heilige Geest. Het verwijderen van alle leugens is nodig om je te laten ontsnappen uit de strik van de boze. De duivel kan je zijn leugens niet verkopen, tenzij je door je vlees iets zoekt. Jacobus 1, vers 2 tot en met 5. Jacobus zegt, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij volmaakt mocht zijn en geheel oprecht in geen ding nalatig. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een ieder mild geeft, niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. De beproeving en moeilijkheden die God toestaat, zullen je niet doen verlangen naar iets meer. Ze zijn er om je geloof aan te vullen waar het ontbreekt. Als je hem volgt, zul je overwinnen. Wees geduldig en God zal telkens weer voorzien. David luisterde naar zijn eigen gevoelens en emoties voordat hij zondigde. En dit scheidde hem van God en zijn voorzieningen. Efesiërs 4, vers 30 tot 32. Paulus zegt, en bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Maar wees jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijk ook God in Christus u vergeven heeft. Het woord geweerd wordt vertaald door Strong's woordenboek als optillen bij implicatie, optillen of weghalen, figuurlijk opheffen, in spanning houden, specifiek wegvaren, dat wil zeggen van anker gaan, door Hebraïsme zonde uitdelgen, wegdragen, losmaken, doen twijfelen, wegzetten, verwijderen, meenemen, omhoog nemen. Davids woede en zijn eigen oordelen scheiden hem van de aanwezigheid van God. Als je eenmaal wederom geboren bent
en in de Geest bent, is het niet gemakkelijk om leugens te geloven als de Heilige Geest in je woont en je de juiste emoties worden opgewekt. De Heilige Geest is in je totdat je je missie voltooit, sterft of totdat Jezus terugkomt. De slechte vrucht in Efeze die Paulus noemde, identificeerde het feit dat de gemeente zich niet had bekeerd van het doen van dode werken. Wegdoen betekent van anker gaan of uit een haven weg vertrekken of schoon schip maken. Deze analogie zou de christenen die in de havenstad in Efeze woonden moeten hebben geholpen. Joseph Hitchcock beschrijft bij zijn onderwijs over het overwinnen van leugens het ongeloof als een anker. Noah Webster definieerde een anker als een ijzeren instrument om een schip of ander vaartuig in rust in het water te houden. Het is een sterke schacht met aan het uiteinde een ring waaraan een kabel kan worden vastgemaakt en met aan het andere uiteinde twee armen en pijpen die een geschikte hoek vormen met de schacht om de grond in te gaan. Het anker is een zwaar voorwerp dat bedoeld is om je tegen te houden bij het uitvaren van een haven. Op dezelfde manier houdt ongeloof je tegen om in de geest te wandelen. Het ongeloof moet geïdentificeerd en verwijderd worden door berouw. Begin door in de geest te komen en te geloven wat God zegt. Wanneer je je geloof vrijzet in het terecht geopenbaarde woord, zal dit het ongeloof doen manifesteren. Door deze gedachten te laten manifesteren, kun je jezelf losmaken van deze leugens. De gedachten die je in je geest verschijnen in strijd met Gods woord zijn de ketenen die de duivel gebruikt om je in het vlees verankerd te houden. Paulus zegt, want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet wat gij maar wildet. De gedachten van het vlees en de geest staan tegenover elkaar. Wat zich verzet tegen de geest is gebaseerd op een leugen die je nog steeds gelooft. Het zal iets in je zijn waar je nog nooit eerder mee te maken hebt gehad. Je hebt dit nooit als verkeerd gezien, omdat het een beroep deed op je ratio. We lezen Spreuken 14, vers 12 en 13. Er is een weg die iemand recht schijnt, maar het laatste van die zijn de wegen des doods. Het hart zal ook in het lachen smart hebben, en het laatste van die blijdschap is droefheid. Erken dat je je eigen geest hebt gebruikt, omdat dat gemakkelijker is voor je vlees, en wees bereid de kastijding te verdragen die je nodig hebt om een geest om geestelijk op te groeien. Je zonde is misschien in het begin begonnen, toen je besloot dat het niet nodig was jezelf volledig te verloochenen of dagelijks je kruis op te nemen. Handelingen 20 vers 17 tot 21. Paulus zegt, maar hij zond van Milete naar Efeze en hij ontbood de onouderlingen der gemeente. En toen zij tot hem gekomen waren, zeide hij tot hen, gans weet van de eerste dag af dat ik in Azië ben aangekomen, hoe ik bij u de ganse tijd geweest ben. Diende de Heere met alle ootmoedigheid en veel tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen der Joden, hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niets zou verkondigen en u geleerd heb, in het openbaar en bij de huizen, betuigende beiden, Joden en Grieken, de bekering tot God en het geloof van in onze Heere Jezus Christus. Leer van je fouten als je door verleiding wordt overmand. Vraag God om in je geest te laten zien wat je in plaats ervan had moeten doen. Je krijgt goddelijke wijsheid als je jezelf verootmoedigt en geen excuses maakt voor je slechte vruchten in je leven. Je moet belijden en erkennen dat je hebt afgewezen wat hij bij de verlossing had voorzien om op de smalle weg te leven.
God legt niet alles vooraf uit. Je moet erop vertrouwen dat Hij de juiste beslissingen neemt. Je moet eerst gehoorzamen voordat je begrip krijgt en weigert terug te gaan naar je eigen vlees. Je kunt nu in de geest komen door wat Jezus gedaan heeft. Johannes zei in 1 Johannes 1 vers 9, indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Efeze was een havenstad die concurreerde met andere handelsrouten van en naar het Midden-Oosten. Nu het christendom zich landinwaarts verspreidde, speelde de kerk van Efeze een vitale rol bij de ingang op deze route. Paulus, de apostel en Johannes bezochten de bestraften de cultussen van Artemis, waarbij zij vele christelijke bekeerlingen wonnen. Maria, de moeder van Jezus, zou haar laatste jaren met Johannes in Efeze hebben doorgebracht. Haar huis en het graf van Johannes kunnen daar vandaag de dag bezocht worden. De stad was ideaal gelegen voor het evangelie, maar er was een geestelijke strijd gaande. Openbaringen 2 vers 1 tot en met 4. Jezus zei, schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid en dat gij de kwade niet kunt verdragen en dat gij beproefd hebt degenen die voorgeven dat zij apostelen zijn en ze zijn het niet en hebt ze leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld en gij hebt om mijns naams wil gearbeid en zijt niet moede geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. In plaats van de heiligheid van haar christelijke geloof hoog te houden, had de kerk van Efeze zich grotendeels verkocht aan de politieke machten van de stad. In plaats van te schitteren als een baken van christelijk geloof, hoop en liefde, de kerk van Efeze sloot zich uiteindelijk aan bij de machten van de duisternis en omarmde het verachtelijke karakter van de corrupte politiek, ook al ging het belang van de stad achteruit. Openbaringen 2 vers 5 tot en met 7. Jezus ging verder. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeert u en doe de eerste werken en zo niet, ik zal haastig tot u komen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, en welke ik ook haat. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. Sedimenten vulden geleidelijk de inham van de Kaïte rivier en herhaaldelijk moest de haven van Efeze in de loop der eeuwen rivierafwaarts verplaatst worden. Uiteindelijk was de stad afhankelijk van haar iconische gebedshuizen om bezoekers te trekken om haar worstelende economie te ondersteunen. Efeze was een havenstad met een verslechterende haven en kon maar zoveel gedaan worden om de stad economisch drijvend te houden. In de 6e en 7e eeuw na Christus liet een enorme aardbeving het voortdurende verval van de haven Efeze achter als een omhulsel van de stad die het ooit was. En Arabische invasies dwongen het grootste deel van de bevolking van Efeze te vluchten en een nieuwe nederzetting te beginnen. Efeze bleef achteruit gaan. Hoewel het een korte periode van groei en opbouw kende onder de heerschappij van de Turken in de 14e eeuw. Judas 1 vers 1 tot en met 7. Judas zegt, Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broeder van Jacobus, aan de geroepenen die door God de Vader geheiligd zijn en door Jezus Christus bewaard. Barmhartigheid en vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. Geliefde, alzo ik alle naastigheid doe om dus u te schrijven van de gemeenschappelijke zaligheid, zo heb ik noodzaak geacht om u te schrijven en u te vermanen, dat gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen ingeslopen,
die eersttijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn goddelozen, die de genade van onze God veranderen in ontuchtigheid en de enige Heerser God en onze Heer Jezus Christus verloochenen. Maar ik wil u indachtig maken, daar gij dit eenmaal weet, dat de Heere het volk uit Egypteland verlost hebbende wederom degenen die niet geloofden verdorven heeft. En de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Gelijk Sodoma en Gomorra en de steden erom, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf van het eeuwige vuur. Het woord strijd wordt vertaald door Strong's woordenboek als strijden voor, ernstig strijden voor. Judas wilde niet dat de nieuwe Joodse bekeerlingen de wraak van het eeuwig vuur zouden ervaren nadat ze het evangelie hadden gehoord en de gave van de Heilige Geest hadden ontvangen. Ze moesten strijden voor het geloof door op de smalle weg te leven en God alles te vragen. Romeinen 14, vers 16 tot en met 19. Paulus zegt, dat dan uw goed niet gelasterd worden, want het koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Want die Christus in deze dingen dient, is Gode wel behagelijk en aangenaam de mensen. Zo dan laat ons najagen wat tot de vrede en wat tot de stichting onder elkander dient. Joseph Hitchcock zou in zijn getuigenis vaak zeggen, ik kan meer plezier hebben als alles fout gaat, dan de meeste mensen kunnen hebben als alles goed voor hen gaat. Het koninkrijk gaat niet over eten en drinken of het nemen van betere of slimmere beslissingen dan anderen. Het gaat erom in elke situatie vrede en vreugde te hebben, ongeacht je uiterlijke omstandigheden. Anderen moeten weten dat je niets tijdelijks zoekt in deze wereld, maar met een zuiver hart doet wat hij zegt. Alles wat je hebt moet voortkomen uit het volgen van Christus op de smalle weg. Jezus zei, maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Wees dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Slechte vruchten die zich in je leven manifesteren waarschuwen je voor het feit dat je bent opgehouden God te volgen en te vertrouwen. Je moet eerst in het vlees komen en heer van je eigen leven worden om te zondigen. Als je wederom geboren bent, kun je je ongerechtigheid laten zuiveren met behulp van de Heilige Geest. Leugens waarvan je geloofde dat ze de waarheid waren, worden ontmaskerd en je moet je diep bekeren. We lezen 1 Samuel 13, vers 13 en 14. Toen zeide Samuel tot Saul, gij hebt dwaas gedaan, je hebt het gebod van de Heer uw God niet gehouden, dat hij u geboden heeft. Want de Heere zou nu uw rijk over Israël bevestigd hebben tot in eeuwigheid. Maar nu zal uw rijk niet bestaan. De Heere heeft zich een man gezocht naar zijn hart. En de Heere heeft hem geboden een voorganger te zijn over zijn volk, omdat gij niet gehouden hebt wat u de Heere geboden had. Om aanvoerder over Israël te zijn, had Saul een hart nodig om Gods volmaakte wil te doen in denken, doel en handelen. Toen David koning werd, kon God hem in het begin gebruiken omdat hij nederig was. Hij begon te dienen onder Saul en God gebruikte hem om andere volkeren te zuiveren van Israëls grenzen. David was een levend offer. Hij reageerde nooit en bleef onder Saul dienen totdat deze stierf en David door de profeet Samuel tot koning van Israël werd uitgeroepen. 2 Samuel 1, 11, vers 1 en 2. En het geschiedde met de wederkomst van het jaar, ten tijde als de koningen uittrekken, dat David Joab en zijn verknechten met hem en gans Israël heen zond, dat zij de kinderen Amons verderven en Rabe belegeren zouden. Doch David bleef te Jeruzalem.
Zo geschiedde het tegen de avondtijd dat David van zijn rustbed opstond en wandelde op het dak van het koningshuis en zag van het dak een vrouw zich wassende. Deze vrouw nu was zeer schoon van aanzien. God heeft je in Christus gezag en macht gegeven om zijn roeping op je leven te voltooien zonder ooit in het vlees te komen. David gebruikte zijn macht als koning om de kinderen van Amon te vernietigen toen hij boos werd. Normaal gesproken twijfelde David er niet aan dat God zijn gevechten zou winnen als Gods instrument op Gods missie. Hij had ook medelijden met Gods vijanden dat ze tot bekering zouden komen. We lezen 2 Samuel 12, vers 1 tot en met 9. En de Heere zond Nathan tot David. Toen die tot hem inkwam, zeide hij tot hem: er waren twee mannen in een stad, de een rijk en de ander arm. De rijke had zeer veel schapen en runderen, maar de arme had gans niet dan een enig klein ooilam dat hij gekocht had en had gevoed, en het groot geworden was bij hem en bij zijn kinderen tegelijk. Het at van zijn beten en dronk van zijn beker en sliep in zijn schoot, en het was hem als een dochter. Toen nu bij de rijke man een wandelaar kwam, liet hij na te nemen van zijn schapen en van zijn runderen om voor de reizende man die tot hem gekomen was wat te bereiden. En hij nam het ooilam van de arme man en bereidde dat voor de man die tot hem gekomen was. Toen ontstak Davids toorn zeer tegen die man en hij zeide tot Nathan: zo waarachtig als de Heere leeft, de man die dat gedaan heeft is een kind des doods. En dat ooilam zal hij viervoudig teruggeven, daarom dat hij deze zaak gedaan en omdat hij dat niet nagelaten heeft. Toen zeide Nathan tot David: gij zijt die man, zo zegt de Heere, de God Israëls. Ik heb u tot koning gezalfd over Israël en ik heb u uit Sauls hand gered. Ik heb u het huis van uw Heer gegeven, daartoe de vrouwen van uw Heer in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven. En indien het weinig is, ik zou u van zulks nog meer daartoe doen. Waarom hebt gij dan het woord des Heeren veracht, doende wat kwaad is in zijn ogen? Gij hebt Uria de Hittiet met het zwaard verslagen, en zijn vrouw hebt gij u tot vrouw genomen, en hem hebt gij met het zwaard van de kinderen Amos doodgeslagen. Met wijsheid benaderde Nathan David met een vraag om een oordeel te vellen. Nadat David geantwoord had, werd hij veroordeeld. Davids zonde werd door Nathan, de profeet, blootgelegd. David was zelf ingenomen, oordelend en wreed geworden. Nadat hij zijn zonde had beleden, riep hij om loutering van de ongerechtigheid door Gods kastijding, omdat hij een hart naar God had. 1 Korintiërs 11, vers 31 en 32. Paulus zegt: want indien wij onszelf oordelen, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden worden veroordeeld. In de Amplified Bijbel staat diezelfde verse als volgt: want als wij onszelf onderzoeken, onze tekortkomingen opsporen en onze eigen toestand onderkennen, zouden we niet geoordeeld en gestraft worden door het goddelijk oordeel. Maar als we tekortschieten en door de Heer geoordeeld worden, worden we getuchtigd en gekastijd, zodat we niet uiteindelijk samen met de wereld veroordeeld worden tot eeuwige straf. Als je een hart naar God hebt, heb je geen tijd om opmerkingen te maken of te oordelen over wat anderen doen of laten. Je concentratie is dan gericht op je eigen tekortkomingen en bekeringen van dode werken. Efesiërs 4 vers 31 in de Amplified Bijbel klinkt als volgt: laat alle bitterheid en verontwaardiging en toorn, passie, woede, slechte humeur en wrok, woede, vijandigheid en geruzie, rumoer, twist en laster, kwaadsprekende, beledigende of godlasterlijke taal uit je verbanden.
met alle kwaadaardigheid, wrok, kwade wil of laagheid van welke aard dan ook. Paulus gaf de gemeente van Efeze een bevel om goed de weg te blijven van woede, bitterheid en frustratie voordat het hen zou treffen. Ze bekeerden zich niet. Daarna begonnen ze de waarheid te vervangen door hun eigen versie van goed en fout. Paulus zei, doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt door niemand onderscheiden. God gebruikt degenen die luisteren en de waarheid spreken die anderen tot bekering en geloof in God brengen. Een andere uitspraak doen dan wat je hoort is jezelf boven God stellen. Je wordt van God gescheiden en je luistert in plaats daarvan naar een verkeerde stem. Jacobus 1 vers 12. Jacobus zegt, zalig is de man die de verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Datzelfde Bijbelvers staat in de Amplified Bijbel als volgt. Gezegend, gelukkig te benijden is de man die geduldig is onder beproeving en standhoudt onder verzoeking. Want als hij de proef heeft doorstaan en is goedgekeurd, zal hij de overwinningskroon van het leven ontvangen die God heeft beloofd aan hen die hem liefhebben. Door je laten beledigen loop je het gevaar je kroon te verliezen. In Christus maak je je klaar om met Jezus 1000 jaar onder hem als dienaar te regeren. Je wordt nu voorbereid door de beproevingen en moeilijkheden om te zien of je er klaar voor bent. We lezen Maleachi 3 vers 3. En hij zal zitten louterende en het zilver reinigende. En hij zal de kinderen van Levi reinigen. En hij zal ze doorlouteren als goud en als zilver. En dan zullen ze de Heere spijsoffers toebrengen in gerechtigheid. Het woord zuiveren wordt vertaald door Strong's woordenboek als een primitieve wortel 7, figuurlijk extraheren, verhelderen, fijn maken, uitgieten, verfijnen. Degenen die je kenden voordat je tot Christus kwam, moeten goddelijke wijsheid zien in al je handelingen. Ze zien dat je afwijkt van het kwade en verleidingen van het goede overwint. Ze zien dat je niet bezig bent met je eigen behoeften en dat je niet reageert, maar handelt op basis van wat God je ingeeft. Jacobus 1 vers 13 tot en met 18. Jacobus zegt, niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word door God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met de kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar een ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna, de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart de zonde, en de zonde volbeëindigd zijnde, baart de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij wie geen verandering is of schaduw van omkering. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen van zijn schepselen. Als jij de waarheid lief hebt, is het niet gemakkelijk om te zondigen. Om in het koninkrijk te blijven en met God in goede stand te blijven, zul je consequent zijn stem moeten horen, de Heilige Geest van de waarheid moeten volgen en niet weerstaan. God voorziet altijd een weg om te ontsnappen. Blijf elke dag werken aan je communicatie met de gaven van het eeuwig leven. Je zult elke dag aan een bepaalde hoeveelheid kwaad worden blootgesteld. Romeinen 6, vers 19 tot 23. Paulus zegt, ik spreek over menselijke wijze om de zwakheid van uw vlees. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn aan de onreinheid en aan de ongerechtigheid, tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn aan de gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart van de zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde daarvan is de dood. Maar nu,
van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging van de zonde is de dood, maar de genade geeft God is het eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Slechte vruchten groeien snel als je ophoudt God alles te vragen, zodat je je kunt realiseren en je kunt bekeren van dode werken voordat de tijd om is. We lezen Jesaja 55, vers 7. De goddelozen verlaten zijn weg en de onrechtgerechte man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heere. Zo zal hij zich over hem ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldig. God gaf je toegang tot de waarheid door de Heilige Geest, zodat je je doel kunt vervullen nu je wederom geboren bent. Je bent geschapen om hem te vertegenwoordigen en de waarheid te vertellen. Je kunt merken dat anderen de waarheid niet willen horen. Romeinen 1, vers 16 tot en met 18. Paulus zegt, want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid en ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt erin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Als je Jezus wilt horen, leren kennen en volgen, dan kan ik je het boek aanraden, Mijn schapen horen mijn stem, van Joseph Hitchcock. Als je een nieuwe start wil maken en op het smalle pad wil komen, dagelijks in de geest wilt zaaien, volledige verlossing en vrijheid wilt ervaren door regelmatige bekering, dan kan ik je het boek aanraden, Wakker worden de tijdraak op deel 1, Grondslagen voor geestelijke volwassenheid, ook geschreven door Joseph Hitchcock. Als je geestelijk wilt opgroeien, niet aardsgezind wilt zijn en tot volwassenheid wilt komen, dan kan ik je het boek aanbevelen, Wakker worden de tijdraak op deel 2, Geestelijk opgroeien. Al die boeken zijn vertaald naar het Nederlands. Accepteer geen naakma-versie van het christendom die gebaseerd is op religieuze werken waarbij je jezelf niet dagelijks hoeft te verloochenen en op God hoeft te vertrouwen. Als jij weet dat je je tegen de waarheid hebt verzet en je wilt weten waarom, dan kan ik je het boek aanbevelen, The Gilded Prison Revised Edition van Joseph Hitchcock. Deze is alleen in het Engels en Duits vertaald. Vandaag heb ik gesproken over gereinigd worden. Onderzoek jezelf en kijk of je een deel van de oplossing bent, of anders ben je deel van het probleem. Met God aan je zijde kun je het geloofsleven leven, zonder te schreven. Je geloof moet in God zijn. Hij weet het beste. Je moet alleen jezelf verloochenen en dagelijks je kruis opnemen om hem te volgen. Luister niet naar een verkeerde stem die zegt dat je God niet hoeft te erkennen in al je wegen. Ik hoop dat deze boodschap je heeft gezegend. Ik wil voor je bidden. Vader in de hemel, ik weet dat de mensen hebben geluisterd en dat u hun hart hebt aangeraakt. En ik vraag dat als, naarmate ze naar u uitroepen, dat u hun gebeden antwoordt. Als ze vanuit een rein hart aan u aanroepen. En dat als ze vragen gereinigd worden, dat u goddelijke dingen zult doen in hun leven om hen te helpen, zodat ze geestelijk zullen opgroeien in deze laatste dagen. Ik bid dat in Jezus' naam. Er is een website, daar staan nog contactgegevens bij, telefoonnummer en een e-mail. Dan kun je contact opnemen als je wilt. Neem graag contact op. We houden ervan om van jullie te horen. God zegen. En bedankt voor het luisteren.